Hallo, mijn naam is Marcel. Ik werk voor de gemeenteraad van Utrecht. We zijn vandaag in de historische binnenstad van Utrecht, aan de Oude Gracht. 18 juli zie je de Domtoren, het symbool van de stad Utrecht. Achter mij de winkel van Zinkel, destijds het eerste warenhuis van Nederland. En aan deze zijde, tussen de winkel van Zinkel en de Domtoren in, zie je het stadhuis. Het gemeentebestuur van Utrecht vergadert al ruim 600 jaar op deze plek. Maar nu even niet. Zoals je ziet staat de boel in de stijgers. De gemeenteraad is tijdelijk gehuisvest aan de Farolaan in Utrecht. We zijn even beneden aan de werf bij het stadhuis gaan kijken. Het stadhuis bestaat eigenlijk uit 10 panden. Het eerste huis was destijds het begin van de ambtelijke organisatie. Daar werd laken verhandeld, moest belasting betaald worden en kon men geld wisselen. Al vanaf 1400 zat dus het stadsbestuur hier. De organisatie groeide uit en groeide uit. Van een handjevol ambtenaren zijn we gegroeid naar de 3500 die we er nu hebben. Op deze plek stond vroeger ook de houten stadskraan. De houten stadskraan werd op een gegeven moment vervangen door een stenen. De stenen stadskraan is in 1838 ingestort, juist op het moment dat hij de laatste van de vier stalen dames die de gevel vormen van de winkel van Zinkel aan de kade hezen. De dame heeft het overleefd, de stadskraan helaas niet. We gaan even binnenkijken in het stadhuis. Ga je mee? Hallo, het stadhuis wordt op het ogenblik verbouwd en we mogen tijdens de verbouwing even een kijkje binnennemen. We staan hier op een bijzondere plek. Het stadhuis is al eens eerder verbouwd in 1996 door de Spaanse architect Enrique Miralles. Enrique Miralles heeft een aantal leuke elementen op deze plek achtergelaten. Hij heeft oudbouw en nieuwbouw aan elkaar verbonden. Ook vond men dat de politiek altijd transparant moet zijn. Dat wil zeggen dat besluiten helder moeten zijn en niet in achterkamertjes genomen mogen worden. Om dat duidelijk te maken heeft Miralles die transparantie hier ingebracht. Waar je ook kijkt in deze ruimte, je kijkt altijd alweer een andere ruimte in. De symboliek van de transparantie is op deze plek in het gebouw het duidelijkst. Kijk even rustig om je heen. Een leuk element aan het stadhuis is deze trap, een zogenaamde klankentrap. Miralles gebruikte destijds bij de bouw verschillende materialen, beton, hout en staal. Sommige van de elementen zijn hol, waardoor er een aparte klank uitkomt als je er overheen loopt. Destijds werd er gefluisterd dat Miralles dat bewust gedaan had. Je zou het Spaanse volkslied horen als je er maar hard genoeg overheen loopt. Tegenwoordig bezoeken veel schoolkinderen dit gebouw. Zij horen een heel ander volkslied, namelijk het Nederlandse. Welk volkslied je ook wil horen, na de verbouwing kun je het zelf een keer komen uitproberen. Miralles behoorde tot een stroming van architecten die zichzelf de deconstructivisten noemden. Zij constateerden dat de wereld complex en verward was. En dat was hun bouwstijl ook. Dat kun je hier goed zien. Alles is schots en scheef. 8 juli bevindt zich de raadzaal. Daar gaan we zo even naartoe. Normaal gesproken is dit het hart van de Utrechtse democratie, de raadzaal. Hier wordt beslist op alle door ambtenaren voorbereide stukken. Of het nu gaat om het armoedebeleid, parkeernota's of bestemmingsplannen, hier vindt uiteindelijk de besluitvorming plaats. De Utrechtse gemeenteraad telt 45 leden, verdeeld over 12 partijen. Zij gaan in debat met het college van burgemeester en wethouder over de aangeleverde stukken. Dit is dus het centrum van de Utrechtse democratie. Als laatste wijs ik jullie nog even op het plafond. Opengewerkt, transparantie, architectuur en politiek komen hier dus heel mooi samen. Ik hoop dat jullie een leuke rondleiding hebben gehad door dit gebouw en ik hoop jullie hier nog een keertje real life terug te zien. Dank jullie wel voor jullie aandacht.